Bij het Muay Thai boksen in Thailand zijn de knieën en ellebogen gevreesde wapens. In Nederland is er één man die zich daarin gespecialiseerd heeft. Wij zoeken hem voor u op. Mijn naam is Ivan Nipolit, 33 jaar. En mijn voornaamste technieken in de ring zijn de knieën en de ellebogen naar het hoofd. In Nederland zijn die ellebogen naar het hoofd eruit gehaald vanwege de enorme blessures die ze veroorzaken. In Thailand nog steeds de normaalste zaak van de wereld. Ivan Nipolit bokste daar veel en werd er zelfs wereldkampioen in Bangkok. Hier beelden uit 1990 tegen Kit Prasanchai. En hij had hier nog geen elleboog nodig. Hoe train jij die ellebogen? Precies als een stootbeweging. Het is gewoon een verlengde van een stootbeweging is dat. Dus in plaats van dat je een hoek maakt, maak je een elleboog. Maar je moet wel zo dat je het snel weer naar je hoofd terug met die hand, dat je opnieuw kan ellebogen. Dus in principe is het 2-3 keer sneller als dat die Thais doen. En deze ervaringen maakten Hippolyte tot een gevaarlijke tegenstander, ook in Thailand. De knie van de Thai, gepareerd door Ivan Hippolyte. Het verschil tussen mijn manier van ellebogen en dat van de Thais is dat de Thais die vallen vaak achter hun elleboogbeweging, waardoor het langer duurt voordat ze de volgende kunnen plaatsen. Dat zal ik even laten zien. Een Thais elleboog die geeft hem zo. En die blijft dus hangen achter zijn beweging. Als ik hem geef, dan trek ik hem terug naar mijn hoofd, waardoor ik opnieuw kan volgen met de links elleboog of de rechts elleboog. Maar zodat mijn hand snel weer terug naar mijn hoofd komt. En met name dat laatste is enorm belangrijk, want elleboogtechnieken veroorzaken over het algemeen enorme blessures. Scheur in het hoofd, scheur in de wenkbrauwen, scheur in de wang. En ja goed, dat betekent toch weer dat je toch weer een maand verder van huis bent voordat je weer kan gaan trainen. Want die scheur moet dichtgroeien, moet weer helemaal netjes zijn, voor je weer in de training kan. En 2 maanden verder voor je in de ring gaat. En dat kost allemaal tijd, dus dat zijn voornamelijk blessures. Als ik kijk naar jouw rechter wenkbrauw. Mijn rechter wenkbrauw is van een auto-ongeluk. Eind mei zal Ivan Nipolit uitkomen tegen de andere Nederlandse sterke middengewicht, Perry Ubeda. Een lang verwachte ontmoeting, echter zonder elleboog.